einde van de zomer en vakantie is in zicht. De scholen beginnen en we gaan weer aan het werk. En eerlijk gezegd, daar zien we vaak best een beetje tegenop. Want we willen ons thuis gewoon net zo relaxed voelen als op dat strandbedje in Spanje. Klinkt als een goed plan, toch? In onze portrettenserie vind je 5 mensen die gewoon nooit meer hoeven te werken. Omdat ze bijvoorbeeld miljonair zijn of een passief inkomen hebben. Is hun leven wel zo idyllisch? Is het echt zo relaxed? En voordat je zelf weer in die denderende trein stapt, in de cover story geven we je hele handige tips over hoe je dat ultieme vakantiegevoel in het dagelijkse leven nou echt kan vasthouden. Iets waar presentatrice Fidan Ekis over mee kan praten. Zij zit nu in een fase dat ze heel erg aan het denken is, wat wil ik nou in mijn leven? Hoe maak ik het voor mezelf zo fijn en gelukkig mogelijk? Daarover spreek ik haar in het grote interview. En verder schrijft onze columnist Hila Noorzai over huilen op de werkvloer en vertellen we het indrukwekkende verhaal van Laura, die als kind uit huis is geplaatst. Dat en nog heel veel meer in het nieuwe nummer van NC, het septembernummer, dat je dus gaat helpen om dat ultieme vakantiegevoel vast te houden. Ook op de werkvloer en thuis. Beloofd.